De Genkse speelgoedketen Toy Champ opent nog voor de zomer twee nieuwe winkels. Na de recente opening in Maasmechelen is de onderneming van Koen Nolmans aan het bouwen in Bilze. En volgt in juni de heropening in Lanaken. Dit betekent een verdubbeling van het aantal winkels op één jaar tijd. Het gaat inderdaad goed. Waar wij ons toch onderscheiden van onze collega's concurrenten, is denk ik doordat wij ons echt focussen op kinderproducten. We hebben een zeer uitgebreid assortiment in speelgoed, in school- en schrijfwaren en multimedia. Waar wij ons dus echt focussen op die artikelen ook, daar een zeer breed en ruim assortiment in aanbieden, waar anderen zich veel meer divers opstellen. We zullen eens gaan kijken naar onze tablets. Toychamp, met hoofdzetel in Genk, heeft ook 7 vestigingen in Nederland en stelt 100 mensen te werk. Eigenlijk zijn we gestart in Nederland in 2001. Onze eerste Toychamp winkels waren in Nederland, waar we inmiddels 7 winkels hebben. Dus samen wil zich dat onze 14e Toychamp winkel eigenlijk worden. En in Nederland maken wij inderdaad eenzelfde evolutie door, waar wij ons nog meer onderscheiden dan in België zelfs, omdat het soort grote winkels waar wij ons actief in zijn, in Nederland eigenlijk niet bestaan. Dus daar maken we echt een enorm verschil ten opzichte van de rest van de speelgoedhal. Dat is nu nieuw gemaakt, met die LED-verlichting en zo verder, dus komen de producten toch meer tot hun recht. En hoe ziet de toekomst van de speelgoedwinkel eruit? We zijn overtuigd dat de toekomst niet voor pure players is, dus niet pure online aanbieders, maar de combinatie van enerzijds fysieke winkels en anderzijds het virtuele aanbieden van producten. Zeker in speelgoed is dat belangrijk. Kinderen willen toch het product in hun handen kunnen houden, kunnen voelen, kunnen zien. Die ervaring blijft belangrijk, maar het zal de combinatie zijn van enerzijds het fysieke product, de fysieke winkel en anderzijds het gemak van te kunnen bestellen online en af te halen in de winkel of thuis geleverd te krijgen. Meet in Limburg TV, het economische magazine op TV Limburg. Elke donderdag na het nieuws.